Werken aan het milieu. Dat doen we tegenwoordig allemaal. En ook in de maritieme sector zijn we daarmee bezig. We zijn vandaag bij Damen om te kijken wat zij daarop gevonden hebben. Zij hebben iets bedacht wat te maken heeft met ballastwater. Maar wat is ballastwater ook alweer? We kijken hier naar de voorkant van een schip. Als we op dit schip een kraan willen neerzetten, dan komt het schip scheef te liggen. Om dat tegen te gaan, pompen we ballastwater in het schip. Wat is nu precies het probleem met ballastwater zoals het nu gebruikt zou worden? Ik zal het heel kort toelichten. Kijk, heel veel schepen varen bijvoorbeeld van Shanghai naar Rotterdam. En stel dat ze zijn in Shanghai, dan gaan ze heel veel water aan boord pompen voor de stabiliteit. En in het water zijn allerlei kleine beestjes die mee aan boord gepompt worden. Vervolgens varen ze lekker naar Rotterdam. In Rotterdam moet het water weer, weer gelost worden. En dan komt dus het beestje wat eerst in Azië alleen voorkwam, zit dus nu in de wateren van Europa. Mm-hmm. En dat kan het ecosysteem hier in Europa verstoren. Oké. En wat hebben jullie dan bedacht om dat op te lossen? Nou, wij hebben samen met andere bedrijven ook een oplossing verzonnen om deze beestjes uit het water te halen voordat het water overboord gaat. De InfoSafe is een havenoplossing voor ballastwater treatment systemen. Wat het precies doet is het zuivert water in één keer. Je stopt in principe het water van het schip aan boord en het wordt in één keer schoongemaakt en het komt er zo weer uit. We gaan naar de werkplaats toe, dus we krijgen stalen neus aan en dan mogen we gaan. We staan hier nu voor de InfoSafe en we gaan zo meteen een kijkje nemen en Tobias gaat het een en ander daarover vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk wel rekening houden dat we dicht bij het water zijn. Dus er is vandaag een zwemvest en een helm, zodat alles veilig is. Naast mij staat Tobias. Tobias werkt bij Damen en Tobias kan ons van alles vertellen over de InfoSafe. Tobias, wat gebeurt er hier achter ons bij de InfoSafe? Nou, wat je hier ziet is de blauwe slang. En met de blauwe slang die sluiten we aan boord van het schip aan. En dan pompen we het ballastwater uit het schip naar deze container. Oké. En als het water in de tank komt, wat gebeurt er dan precies met het water? Nou, in de container hebben we een heel grote filter en die filtert beestjes eruit. En nadat die door de filter door is, gaat hij naar een UV-kamer. En dan wordt met heel veel licht de laatste beestjes gedood eigenlijk. En dan is het water hartstikke schoon en komt hij achter weer uit de container. Dus eigenlijk begrijp ik het goed en het water gaat erin. En er komt heel veel licht op het water. En dan in één keer zijn de beestjes dood en daarna is het weer schoon en dan kan het water terug in het normale water. Want we willen geen beestjes die hier niet horen in ons water krijgen. Oké, dat klinkt mooi. Vandaag de dag zit erop. Wat hebben we eigenlijk allemaal vandaag gedaan? Nou ja, we hebben het vandaag gehad over ballastwater en hoe we dat beter voor het milieu kunnen krijgen. Want ballastwater, daar blijken beestjes in te zitten. En die beestjes willen we niet transporteren van Azië naar Europa. Ja, en we hopen dat jullie het allemaal leuk hebben gevonden en goed hebben begrepen. En wie weet tot de volgende keer. Ja, we hopen tot de volgende keer. Ciao!